Het stond gisteren weer eens, bijna ouderwets, ramvol op de Roosendaalse kade. Maar alleen om wielrennen draait het natuurlijk al lang niet meer. Dat had zelfs de Colombiaanse renner Pantano heel snel door. Mucha cerveza, sí, eso es lo mejor. Komt u voor het wielrennen of voor het glaasje bier? Eigenlijk voor het bier, maar ook een beetje voor het wielrennen. Dat is hartstikke leuk. Geen Tom Dumoulin of bijvoorbeeld Mollema hier in Roosendaal, maar wel Stef Clement aanwezig. En hier aan de andere kant hebben we ook Moreno Hofland. Maar er is ook nog een andere grote publiekstrekker. En die staat daar een stukje verderop op het podium. Kom jij hier voor het wielrennen of hier voor de muziek? Oh, is die wielrennen dan? En ja, ja, Frans Bauer, hij is erbij. Het is tegenwoordig nodig om zo'n wielerronde rendabel te maken. We gaan weer. Nou, dat entertainprogramma is voor ons belangrijk. Ik denk dat iets minder dan de helft van de mensen ook voor het entertainment komen. Die kopen allemaal een kaartje, maar met de opbrengst van dat kaartje kunnen wij zorgen dat hier de toppers aan de start verschijnen. Maar het moet natuurlijk geen muziekfestival worden. Dat is de afgelopen jaren wel gebeurd, alleen daar zijn we ook een beetje de focus van het wielrennen verloren. Dit jaar hebben we ervoor gekozen om de focus weer op het wielrennen te leggen, ook goede artiesten te laten komen. Ja, dat is een succesformule van het draaien. Ons streven is naar de 15.000 te gaan, dat zou heel mooi zijn. 15 jaar geleden hadden we ook dat soort aantallen. En ik denk met dit succes dat we dat gaan halen. Als sterren.